Ook vandaag wordt verder gezocht naar de vermiste Bert van der Hoek. Zoals hier op landgoed Dikningen in de wijk, waar hij graag komt. De zoekhonden van Dutch Rescue Dogs gaan heel efficiënt te werk. Onze honden zijn speciaal getraind om slachtoffers te zoeken. Ze zoeken niet op geur, maar ze zoeken puur op of iemand zit of ligt. Daar rennen ze heel hard naartoe en dan beginnen ze te blaffen. En iedereen die hier rondwandelt in dit gebied, want dit is een heel aantrekkelijk gebied voor wandelaars, daar lopen ze gewoon omheen, die passeren ze. Maar als er ergens iemand onwel is geworden en die ligt gewoon tussen de struiken, en daar gaan ze naartoe. De massale zoekactie van gisteravond kan rekenen op sympathie. Maar of het nu ook echt effect heeft, dat is de vraag. Nou ja, dat is natuurlijk heel dubbel, want het is ontzettend fijn dat al die mensen willen helpen. En als ze hem vinden, dan is dat natuurlijk fantastisch. Aan de andere kant denk ik dat wij met onze honden wat efficiënter zijn. We betreden minder terrein, dus we kunnen ook geen sporen beschadigen. En onze honden kunnen al op honderden meters afstand de geur ruiken. Mensen kunnen ergens langslopen en dan kan iemand op een meter afstand in de struiken liggen en ze zien hem niet. Nou, toch zijn we daar wel blij mee, want dat helpt ons natuurlijk wel bij het zoeken naar iemand die weg is en waar je zorgen over hebt. Het is alleen wel van belang dat je goede afspraken maakt met elkaar. Zolang we nog geen aanwijzing hebben dat er een misdrijf in het spel is, is er in principe natuurlijk niks aan de hand. Maar het is wel goed om dat in het achterhoofd te houden. Vandaar dat we ook zeggen, laten we goede afspraken maken met elkaar op het moment dat je iets vindt. Laat even de situatie zoals die is en haal ons erbij. Ja, iedereen wil verschrikkelijk graag dat de mensen die vermist zijn zo snel mogelijk weer naar hun familie teruggebracht kunnen worden.